Tijdens de finale op 28 juni wordt niet alleen de Mr. Gay Vlaanderen verkozen, maar ook Mr. Fotogeniek. Deze titel wordt verkozen door de Vlaamse en Nederlandse Holibi magazines en het creatieve team. En vanaf dit jaar geldt ook jouw stem. Vanaf midden mei zal op de Mr. Gay Vlaanderen Facebookpagina kunnen gestemd worden, of liever gezegd geliked, op de meest creatieve, mooiste, indrukwekkendste of meest aangrijpende foto. Gedurende de Mr. Gay Vlaanderen campagne worden er verschillende shoots gedaan. Maar bij één in het bijzonder mogen de 12 kandidaten zowel het onderwerp als de locatie als de kledij zelf bepalen. Elk op hun manier kunnen ze of willen ze een boodschap uitdragen, een signaal geven of een deel van hunzelf laten zien. We staan hier vandaag in Zonhoven bij de Holsteen, waar we te gast zijn op de shoot van Jorgo. Geniet ervan! Dag lieve, jij bent net zoals Johan een van de vaste fotografen van de Mr. Gay verkiezing. Hoe is dat voor jou om zo met de jongens te shooten? Oh, dat is fantastisch, hè? Ik bezie die echt als mijn zoontjes ondertussen. Ik vind dat echt geweldig om mij over hen te ontfermen. Is er een verschil bij de kandidaten van vorig jaar en deze jaar? Ja, er is een groot verschil, vind ik. Vorig jaar wisten de mensen niet waar ze aan begonnen. En natuurlijk, dit jaar weten ze dat wel. Hè, want ze zijn goed geïnformeerd door de kandidaten van vorig jaar. Gevoeld ook, denk ik, dat de kandidaten nu ook meer zin hebben om te winnen, omdat ze weten wat er op spel staat. Terwijl het vroeger zo meer een gemakkelijkere sfeer was, omdat het eigenlijk onbezonnen meer was. Maar dit jaar wordt er meer over nagedacht, vind ik. Is dat voor jou speciaal om zo met jongens te werken als fotograaf? Speciaal? Moesten het hetero jongens zijn, is het misschien nog specialer dan homo jongens? Nee, maar het is echt wel zalig. Het zijn heel sympathieke gasten. Ik heb me echt kostelijk geamuseerd. En speciaal, ja, natuurlijk de onderwerpen die ze kiezen voor hun keuzeshoots, die liggen natuurlijk anders of niet in de lijn van het verwachte. Dus dat is voor ons als fotograaf ook wel heel erg leuk om met hen samen te werken, omdat je dingen doet die je anders nooit niet zou doen, hè? Heb je ooit het gevoel gehad van, oh, waar ben ik aan begonnen? Ja, uiteraard. Denk ik nog elke dag. Wat gaat dat nu over? Over de Mr. Gay verkiezing of over het feit dat je als fotograaf begonnen bent? Ik denk de beide. Ja. Als fotograaf begonnen zijn, dat is iets dat was al lang mijn passie. En nog vraag ik me af hoe dat in godsnaam mogelijk is dat ik nu werk genoeg heb. Maar wat de Mr. Gay Vlaanderen verkiezingen betreft, ik was daar eigenlijk gestart louter en alleen om mijn collega Johan Kansen een plezier te doen. En nu zou ik dat niet meer kunnen missen, want die gasten zijn echt zodanig leuk. En het team is zodanig gezellig, hè, Petra, dat is waar. Hè, dat we ons zo goed amuseren dat ik zou niet meer zonder kunnen. Dus ik hoop volgend jaar dat we terug meedoen. Hè. Ja, voor mij als make-up artiest is dat ook wel heel speciaal. Ik ben meestal toch al een tijdje met die jongens bezig. En wat dat voor mij vooral mij opvalt, is dat ik toch wel heel weinig wist van het gay milieu. Van wat er zich afspeelt als ze zich outen en zo. Is dat voor jou ook zo? Ja, voor mij is dat ook zo. Dat was eigenlijk de ver van mijn bedshow. Ik heb wel twee zussen van mijn vader die zijn gay. En daar zie je ook wel dat zij problemen hebben gehad vroeger. Maar natuurlijk is dat is al een generatie geleden. Dus je kent dat verhaal wel. Maar buiten dat, die zijn heel goed opgevangen in onze familie. Maar buiten dat ken ik eigenlijk weinig of geen gays van dichtbij. Juist mijn collega Johan Kansen. Die verschaft me natuurlijk de nodige pittige details. Maar dat is dan alleen van zijn privéleven. Dus ik kan dat eigenlijk niet echt vergelijken. Maar nu begint inderdaad, en je trekt je dat automatisch ook meer aan. En je merkt ook dat sommige van die jongens zijn heel goed opgevangen geweest thuis. Anderen hebben heel veel problemen gehad met hun entourage, met vrienden, met familie. Ja, dat is echt wel heel jammer. Als je die verhalen hoort, dat pakt me dan ook wel echt. En dat is daarom denk ik ook dat je sneller voeling hebt met die jongens. En dat je sneller ook een band hebt, omdat je die verhalen kent. En de psyche van alles wat erachter zit. En dan, dat is toch heel emotioneel ook allemaal, hè. Ja, dat is voor mij ook wel zo. Om de duur, het is zoals je daarnet zegt, hè. Wij voelen ons zo wat mama, hè, ja, van de jongens. Ja, absoluut.
dat is zo, hè. Voor de komende verkiezing die er zit aan te zitten, heb je zo... Allee, wat gevoel heb je erbij van de verkiezingsdag zelf? Heb je zo... Het is eigenlijk een stomme vraag, maar heb je favorietje? Heb ik een favorietje? Nee, dat gaat niet. Je ziet in iedereen de potentiële winnaar en elke kandidaat heeft wel zijn reden om te mogen winnen, vind ik. Echt favorieten? Nee, dat heb ik absoluut niet. Nee. Vond het moeilijk om die 12 te kiezen? Allee, ik vond dat toch niet gemakkelijk toen in februari. Ik heb nogal een duidelijk zesde zintuig en ik denk dat ik ook heel gemakkelijk zo categoriek nogal ja of nee ben. Ik ben heel weinig grijs zo. Uiteindelijk heb je dat ook gezien. Als we met al die mensen samen rond de tafel zaten, waren over 11 van de 12 echt unaniem eens dat iedereen die mensen hadden gekozen om bij de finalisten te zijn. Juist over één is er dan discussie. Dat heeft 2 zinnen geduurd. Dus ik denk dat dat dan oprecht ook wel wil zeggen dat al die mannen ook wel mogen... Mr. Gay Vlaanderen worden van 2014, hè? Ja, dat vind ik ook. Ik vond het heel tof. Van zo is, ik weet dat je er heel hard tegenop zag van dit gesprekje te hebben. Maar ik vond het toch heel tof. Ik hoop voor jou ook dat het toch meegevallen is. Ja, dat is meegevallen. Petra, bedankt.